Mijn naam is Gijan Schuurman en ik sta hier namens Downtown.nl. Hier hebben wij de Rome SDS Buckshot. Een super bekende plank van Rome. Wel echt een redelijk parkspecifiek board. Komt eigenlijk door de volgende dingen. Hij heeft een traditionele camber. Dus mooie voorspanning zoals je wel zult zien. Heel veel controle. Heel veel precisie. En gewoon altijd wel lekker veel pop. Veel edge hoort ook trouwens, dus stabiele landingen, stabiele afzet ook. Hij heeft een Biax laminaat erin liggen en hij heeft een wat zachtere flex. Dus Biax zorgt ervoor dat je in de torsioneel toch ietsjes meer stijfheid krijgt, lengte ook iets meer. Dus ook ietsjes meer pop wat dat betreft. Maar toch met een overal wat flexibelere feel to it, om het zo maar even te noemen. Wat ze hebben gedaan om hem nog meer pop te geven, is ze hebben bamboe hot rods van de til tot hier en in de nose van hier tot hier liggen. En wat het eigenlijk is, is het is een soort bamboe stokje, kan je het eigenlijk bijna zien. Bamboe battle. En die hebben ze dus daarin gelegd. Bamboe heeft heel erg de neiging om weer terug te gaan naar de oude vorm. Om terug te gaan naar de oude vorm. Dus op het moment dat jij het druk erop gaat zetten en je gaat poppen, zorgt eigenlijk dat bamboe ervoor dat hij nog meer terug wil naar de oude vorm. Meer pop geeft, meer snap, net hoe jij het allemaal wil noemen. Wat ze dit jaar nieuw hebben gemaakt, wat wel heel tof is. Ze hebben gekeken naar de boordjes teruggekregen die dan bijvoorbeeld een keer gebroken waren of zo. Zagen ze dat altijd de breuken net buiten de bindingen plaatsvonden. Nou, dat betekent alle kracht ging daar naartoe bij een harde impact. Nu hebben ze fiberglass impact plates gemaakt. Glass plates, zoals je het ook al kan noemen. Wat dat eigenlijk is fiberglass, dat hebben ze langs de binding gelegd. Hier ook weer. En op het moment dat er een harde impact op is, dus een harde landing, een overshoot of juist een knuckle, dat soort dingen, wordt de kracht wordt als het ware verdeeld. Gaat naar de staalkant, zorgt dus voor dat je meer grip houdt, want daar gaat de kracht op dat moment naartoe. En het zorgt ervoor dat het niet meer allemaal naar die ene plek gaat, waardoor het board uiteindelijk brak. Dus dat zorgt ervoor dat je en meer controle houdt en dat je board gewoon langer mee kan gaan. Nou, over lang meegaan, dan hebben we het eigenlijk meteen over de Impact Edge. En wat dit is eigenlijk echt een parkspecifieke staalkant die ze hebben bij Rome. Wat het eigenlijk wil zeggen is, ze hebben hem gewoon meer staalkant gegeven. Er zit net wat meer metaal in, gewoon veel sterker. En natuurlijk nog met de sidewall die gewoon een beetje mee kan bewegen, maakt dat een super durable sidewall en edge eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Hij heeft een sintered base, super sterke sintered base is dit. Voornamelijk ook lekker snel, je zal je geen zorgen hoeven maken dat je bijvoorbeeld indoor je kikkers niet gaat halen. Hij is super lekker snel, sterk zoals ik al zei en heel voorspelbaar op rails. Absorbeert ook veel wax, echt een genot om te waxen bijna. Een nog groter genot om te boarden natuurlijk. Base is ook super sterk, dit board hebben ze echt geprobeerd zo sterk mogelijk te maken. En echt een parkrijder in gedachten gehouden terwijl ze dat deden. Gooi je dat allemaal een beetje samen, dan kom je dus uit op de Buckshot. Heeft ook al een aantal keer de Goodwood gewonnen. Bang for your Buckboard noemen ze het ook wel. Super veel tech, super veel durabiliteitsdingetjes die erin zitten. Voor gewoon best wel een goede prijs. Als je nog vragen hebt, kom even langs bij ons in de winkel. We vertellen je heel graag nog meer. Ben je niet in die gelegenheid, dan kan je ons altijd even bellen, WhatsAppen, Facebook, e-mailen. DM'en op Instagram. We beantwoorden je vragen wel. En je kan natuurlijk ook even kijken op onze website downtown.nl. Dit is de Rome Buckshot. Super vette parkplank. Check hem bij ons in de winkel.